Yo, de mensen, super dood dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe update video natuurlijk over Fortnite. En ik ben weer super hyped natuurlijk om deze video te maken, want de vorige Fortnite video, de update video van vorige keer, heeft gewoon 7000 views gehaald. Dus super bedankt allemaal daarvoor voor de support op die video, super dope jongens. Thanks allemaal voor de support. En ja jongens, het nieuws natuurlijk is vandaag, echt een paar minuten geleden, uitgekomen dat ik dit opneem. Fortnite heeft dus de trailer laten zien van de nieuwe lootplekken in Fortnite. Vorige video had ik natuurlijk, hadden ze inderdaad wat filmpjes laten zien hoe de dingen eruit zullen zien. Nu hebben ze het van een andere hoek gedaan, van een bos en een mijn die in de game gaan komen, jongens. Dit wordt echt super sick. We hebben dus nu nog een kleiner sneak peekje erbij gekregen eigenlijk, voordat we het echt natuurlijk kunnen gaan spelen. En ik ben er echt, holy shit, ik ben heel erg hyped. Hij komt morgen. Helaas heb ik nog niet informatie van hoe laat het morgen komt, maar hij komt in ieder geval morgen. Natuurlijk, ik weet dus ook niet in welke tijdzone ze bedoelen met morgen, want het kan natuurlijk in Amerika, ze bijvoorbeeld, nu is het 4:30, kan het in Amerika, weet je veel, in de nacht zijn of zo. I don't know wanneer dus die uitkomt. Misschien voor ons komt die misschien in de nacht uit of net heel vroeg ergens in de ochtend of zo. Dus dat wordt nog even uittesten. Maar jongens, ik laat natuurlijk ook even hier nu de trailer zien. Het wordt echt sick, jongens. Holy shit, ik ben super hyped natuurlijk. Want hier en daar hoor ik natuurlijk wel van, ja, hè. Ik ken de map wel, gaat er nieuwe dingen komen. En ik was ook altijd wel zo van, yo, hey, ik heb het nu wel gezien. Ik weet waar al de loot, zeg maar, een beetje ligt. En ja, natuurlijk, Fortnite update de game super vaak. En super veel dus. En dit is echt sick, want zo houden ze de game gewoon leuk natuurlijk voor iedereen zo lang mogelijk. En deze nieuwe lootplekken worden echt sick. Je hebt dus de stad met de flatgebouwtjes natuurlijk en een paar boompjes. En een soort allemaal parkeerplaatsjes eromheen, een weg die er doorheen loopt. Met een kerktorenachtig iets, met een toren met gewoon een klok erin. Dus ik denk iets van een kerk zal zijn. En die heet Tilde Tower, dus dit zegt eigenlijk al in de naam Towers. Er zitten dus hogere gebouwen in natuurlijk. Dan we eigenlijk gewend zijn. Dus flatgebouwtjes. Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat uitpakken met de campers. Want hier en daar zitten mensen nog steeds in huisjes verstopt. Met traps en alles. Dus als je zo'n trap oprent in zo'n flatgebouw, kan je duizenden traps waarschijnlijk tegenkomen. Maar ja, ik ben benieuwd gewoon hoe dat gaat lopen. Ik denk dat het wel een van de aantrekkelijkste plekjes, de nieuwe plekjes wordt waar ik zal gaan landen. Want het is natuurlijk, het is best wel, het is niet een al te grote stad. Volgens mij valt het best wel mee. Misschien heb ik het verkeerd. In ieder geval, vanuit de filmpjes kan ik zien dat het niet een ultra grote stad is. Je hebt geen kleinere woonhuisjes om de stad heen, zeg maar. Het is gewoon alleen de flatgebouwtjes en parkeerplaatsen en dat soort dingen. Maar ik denk dat Tilde Towers wel echt een super sicke stad wordt. Ja, het is gewoon flatgebouwtjes. Dat is super dope. Dat is natuurlijk nergens anders in Fortnite. Dus Tilde Towers is een van de nieuwe lootplekjes. Dan hebben we het tweede lootplekje. En dit is natuurlijk een nieuwe plek. Ook voor mij. Ik wist het ook niet. Ik heb inderdaad wel geruchten gehoord van een tunnel. En dat is dus een mijn geworden. Het is dus een mijn. Het heet Shifty Shafts. Het ligt dus in een bos area met allemaal bomen. En het heet dus Shifty Shafts. Ik denk dat hetzelfde beetje zo is als de bossen die er nu zijn, dat het zoiets gaat worden. Maar dan hopelijk linksbovenin of linksonderin. Dat denk ik wel. En het is een mijn, dus dat is sick. Met allemaal van die karretjes met stenen. Het zou heel sick zijn als je daar ook ijzer gewoon uit de muren kan hakken. Dat zou wel heel dope zijn, want dat gebeurt in een mijn. En dat zou best wel realistisch zijn, though. En ja, het is gewoon sick. Het ziet er vet uit. En dan heb je natuurlijk Junk Junction. En dit is natuurlijk de autosloopplaats. De schroothoop, wat je het ook wil noemen. En zoals je nu ziet op deze foto, zie je ook linksbovenin een soort van, ja, wat, een piñata. Of een, wat is het? Een paardachtig iets. Ik weet niet echt wat het is. Linksboven de hijskraan zie je. En ik ben benieuwd wat dat is. Want dat is een heel groot ijzerfort van allemaal van die muren. En ik heb geen idee wat daarin zal gaan zitten. Misschien iets speciaals, gek voor kisten, I don't know. Dat wordt gewoon legit morgen uittesten. Maar dat is ook weer een soort easter egg die je in de trailer kan zien wat er nieuw is. Want daar op zich wordt niet echt de aandacht op geleverd. En ik zag het en ik dacht van, weet je, hè, dat is best apart. Ik ben echt benieuwd wat dat gaat zijn in de update. En dan heb je natuurlijk Motel Vacance, als ik het goed uitspreek. Ik heb geen idee hoe je het uitspreekt. En dit is natuurlijk ook gewoon een sick lootplek. Het is allemaal aan de linkerkant van de map, dus dat is wel sick. Want die kant van de map was nog niet echt druk qua lootplekken. Dus dat is sick.
De mode hebben we natuurlijk in de vorige video ook over gehad. Heb je trouwens de video nog niet gezien van vorige keer? Check even de video uit, zou super dope zijn. Ja, het wordt dus heel erg sick. Je ziet ook dat er veel gebouwd wordt op een hogere vlak. Waar, ja, de flats zijn natuurlijk hoger. Je ziet ook een soort van begraafplaatsachtig iets met een kerk ernaast. Ik weet dus niet of dit in een van de steden is of gewoon random ergens in de map. Want ik kan daar op zich niet echt huizen, flats of iets omheen zien. Dus ik denk dat het ook misschien gewoon een soort afgelegen area wordt. Dus in het donker ga je daar denk ik heel erg van rotschrikken. En natuurlijk, jongens, het laatste van de video die is uitgekomen is echt insane. Ik zag het en ik dacht van, holy shit, dit wordt echt geniaal. Ik heb ooit een keer op Twitter een video eruit gegooid dat we een voetbalstadion hadden gemaakt met allemaal hout. Gewoon zelf gemaakt. Van een basketbalveld hebben we gewoon een heel voetbalveld gemaakt. Maar wat dacht Fortnite? We knijlen gewoon een heel voetbalveld, stadion dingetje in de game. En dat is heel sick. Je hebt dus gewoon de lijnen natuurlijk echt gras. En je hebt dus gewoon sponsorborden er langs, echt de goals. En het leuke is, als je scoort, komt er dus allemaal confetti vrij als je scoort. Jeet, oh. Komt er dus allemaal confetti vrij. Je ziet ook gewoon allemaal frisdrankautomaat. Ik weet dus niet waar de stadion komt te zitten. Ik denk in Tilde Towers, omdat het gewoon een nieuwe stad is. Misschien dat hij daar komt. Ik heb dus geen idee. Ik denk niet dat hij in Reed's Row of Pleasant Park of zoiets gaat komen. Ik denk dus dat hij gewoon in Tilde Towers komt. De nieuwe city natuurlijk. Maar jongens, ik hoop dat ik jullie wat meer wijsheid heb bijgebracht over de update natuurlijk die er morgen aan zou gaan komen. PSC, PS4, van alles wat. En om mee af te sluiten met deze video, zie ik nu legit echt gewoon nu, wanneer ik aan het opnemen ben deze voice-over, dat je parasolen kan winnen. Holy shit, dit zie ik echt nu pas. Bij één win krijg je natuurlijk gewoon die grijsachtige parasol. Maar ik zie dat je bij 25 wins een bronzen krijgt. Bij 50 een soort wat meer zilverachtige. En daarna bij 100 gouden. 200 ook weer zilver. En bij 300 een soort diamondachtige kleur. Ik zal ook een screenshot in beeld laten komen van de nieuwe parasoltjes die er dus in komt. Ik ben nu gewoon Twitter aan het afloeren. En holy shit, ze updaten dus echt mokerveel. Dus nu heb je eigenlijk een doel om echt voor de winst te gaan. Want holy shit, dit wordt echt insane, jongens. Holy shit. Jongens, ik ga hier wel de video bij afsluiten. Ik ga morgen livestreamen om 3 uur in de middag, jongens. Want wij gaan deze update even lekker uittesten met z'n allen. Dus ik zou zeggen, wees daar zeker bij. Dan gaan we gewoon lekker met z'n allen natuurlijk in de Fortnite. Eigenlijk de half nieuwe Fortnite wereld gaan we gewoon lekker spelen natuurlijk. Ik heb er zin in. Ik hoop jullie ook. Dus ik zeg tot morgen bij de stream om 3 uur 's middags. En anders tot bij de volgende video, jongens. Later, mensen.